50 jaar geleden werd dit complex oudere woning in gebruik genomen. En meer dan 60 jaar geleden was het een van de swingendste plekken van Groningen. Nou, goede reden om eens te gaan verdiepen in de geschiedenis van die plek en mij af te vragen waardoor het er zo ingrijpend kon veranderen. Deze gevelsteen in kalksteen werd in 1957 gemaakt door de Groninger beeldhouwer Vladimir de Vries. Want toen, 50 jaar geleden, werd de Maria Elisabeth Linhof Stichting in gebruik genomen. Hiernaast het poortgebouw is aan de ene kant de conciergewoning en aan de andere kant de bestuurskamer. En hier is de conciërge. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik even binnenkijken? Ja hoor, ja? Tuurlijk. Komt u nou, binnen. Leuk. Dit is een mooie ruimte. Ja, dit is dus de bestuurskamer. Maar wordt die alleen gebruikt voor vergaderingen? Nee hoor, ook voor verjaardagen. Omdat mensen dus klein behuis zijn, mogen ze dus hier een verjaardag geven. Nou, de stichting is genoemd naar Maria Elisabeth Linhof. En zij is in 1907 overleden. Nou verwacht ik een portret van haar, maar ik zie een meneer. Meneer Linhof, dat is haar broer. Haar broer? Ja. En die had een winkel? Ja, paraplu-zaak en een grote markt. Hebben jullie ook nog iets van papieren, van bestuur of zo over hoe het allemaal ontstaan is? Nou, we hebben wel een boek ter inzage. Kijk, die kan je wel even doorkijken. Okay. Misschien wel interessant. Ja. Nou. Een boekwerkje over de geschiedenis van de stichting. Nou, eens even zien hoe het allemaal begonnen is. Een testament uit 1941. Het testament van Jozef Johannes August Linhof. En die heeft dan bepaald dat er een stichting moet komen, genoemd naar zijn zuster. En dan het doel van de stichting, artikel 2. Haar doel is gehuwde of ongehuwde mannen en vrouwen van zedelijk en godsdienstig gedrag, die om welke oorzaak ook niet of moeilijk in hun onderhoud kunnen voorzien, huisvesting en bovendien zo nodig steun, hetzij geldelijke of andere, te verschaffen. Nou, dat moeten dan mensen zijn die ouder zijn dan 55 jaar. En die meneer Linhof had heel veel bezit, blijkt ook uit het testament. Onder andere een hele reeks huizen aan de Rade Binnensingel. En daar zou dan eigenlijk de Maria Elisabeth Linhof Stichting moeten komen. Heeft hij het ook over het bestuur? Het bestuur moet worden samengesteld door het college van BNW. 3 bestuursleden, 1 daarvan moet katholiek zijn. Meneer Linhof was zelf ook katholiek. Dus zodoende. Nou, overlijdt meneer Linhof in 1944. En eigenlijk heeft hij ook zijn eigen huis bedoeld voor die stichting. Dit is het pand van Linhof aan de Grote Markt. De paraplu- en parasolhandel. Maar hij heeft het zelf niet meer meegemaakt. Bij de bevrijding van de stad wordt het pand volledig weggevaagd. Dus dat is niet meer een optie voor huisvesting van de ouderen. En ook deze plek aan de Oude Kijkendjatstraat is dan nog niet geschikt. Want hier staat nog iets anders. Zo zag het er hier uit in 1925. Nou, dat is duidelijk dat er heel veel veranderd is.
Alleen dat pand waar die steiger staat, dat is deze. Dat is nog oorspronkelijk. En dan het pand voorbij de Maria Elisabeth Linhof Stichting. Dat is hier ook nog duidelijk herkenbaar. Nou, op de plek van de ouderenhuizen nu, daar staat dit prachtige pand. Was in 1880 gebouwd in opdracht van notaris Verheijen. Op het moment dat de foto gemaakt werd, woonde zijn zoon er. Die was ook notaris. En die bleven wonen tot 1931, toen verhuisde hij naar de Ossenmarkt. En toen werd het gekocht door gerechtsdeurwaarder Bleker. En die zorgde voor een ingrijpende verandering. Bleker verbouwde het pand en liet erachter een grote zaal bouwen om er inboedels te kunnen veilen. Toen het complex in het voorjaar van 1931 klaar was, werd het voor de Groningers echter vooral bekend onder de naam Huize Astoria. Een van de swingendste plekken van Groningen. Woensdag, donderdag, zaterdag en zondag waren er dansavonden en 's middags was er wel eens thé dansant. Internationale toppers als Leon Abbey's Famous Colored Band en de lokale helden van het schoolorkest van de Handels-HBS, de Plus Fours, traden erop. Ik heb hier op de Groninger Archieven het dossier van Huize Astoria. Huize Astoria is volgens dat dossier het werk van Theodorus Stuyvenberg, de zoon van een Groninger smid die de horeca inging. Ingeschreven 9 mei 1931, met de meikermis begon het allemaal. Stuyvenberg profiteerde optimaal van de toptijd van de jazz en haalde allerlei vermaarde gezelschappen naar Astoria. Ook in de oorlog ging het door. En direct na de bevrijding speelde het orkest van Arnold Brinkman weer. In Huize Astoria. Maar Stuyvenberg zelf hield het spoedig daarna voor gezien. Op 1 september 1945 deed hij het bedrijf over aan Harm de Jager. En die had allemaal grootse plannen. Hij wilde de zaak uitbreiden. Maar toen werd het de nacht van 31 mei op 1 juni 1947. Ongeveer een uur nadat de jager naar zijn huis in de Wassenbergstraat was gegaan, ontdekte een bewoner van de Muurstraat aan de achterzijde brand. Spoedig was de brandweer ter plekke. Maar er was geen houden aan. Het blussen nam vele uren in beslag en het complex ging geheel verloren. De restanten werden gesloopt. En jaren was dit een soort buurtspeeltuintje. Het bleef braak liggen. Nou, dan was het zo dat dit was het oude voorgebouw en de grote zaal, de danszaal van Huize Astoria, die was eigenlijk daar achter, dat hogere gedeelte. Dan was er ook nog een soort achteringang naar de Muurstraat. Even kijken of dat nog te zien is. Dat is leuk. De Palstergang. Dus als het ware een soort nooduitgang geweest van Huize Astoria. Dat is nog steeds een nooduitgang. Dan zit achter die deur de Muurstraat, als het goed is. Ja, het klopt. De Muurstraat. Het terrein werd in 1952 gekocht door de Maria Elisabeth Linhof Stichting.
En in 1955 begon de bouw van dit complex. 20 woningen, dus voor mensen van 55 plus. Een conciergewoning en een bestuurskamer. En het werd allemaal ontworpen door het architectenbureau Oom en Kuipers. Dat was trouwens nog een heel gedoe. Het was de eerste oneenigheid in het bestuur. Het bestuur bestond uit 3 man en 1 was katholiek. Nou, en die wilden een katholieke architect. Maar die andere 2, de niet-katholieken, wilden dat niet. En die hadden natuurlijk de meerderheid. En zo werd het niet-katholieke architectenbureau Oom en Kuipers degene die het mocht ontwerpen. Hoewel de officiële opening van het complex pas in 1958 plaatsvond, was een jaar eerder in het voorjaar van 1957 het zover klaar dat de woningen konden worden toebedeeld. En opnieuw vond er een richtingenstrijd plaats binnen het bestuur. En weer wonnen de 2 niet-katholieke bestuursleden het van de katholieken. Dus de verdeling werd 14 niet-katholieke bewoners en 6 katholieken. Nou, die verdeling op grond van geloof is al lang losgelaten. En er wonen ook niet meer alleen maar vrouwen, maar het is nog altijd wel 55 plus. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Man. Goedemiddag. Dan woon ik hier al zo vreselijk lang in dit mooie hofje hier. Ja, hoe lang woont u hier? Straks 22 oktober, 20 jaar. 20 jaar? 20 jaar. Zo. Met heel veel plezier. Ja. En ik ben 5 keer hier verhuisd op het terrein. Maar ik ben nooit van het terrein afgegaan, want dat wil ik niet. Ik wou hier altijd blijven wonen. Nee, tot zolang ik er ben. Ja. Zeg maar. Ja. Weet u toevallig wat hier geweest is voordat dit een bejaardenoord werd? Nou, dat kan ik u ook vertellen. Vroeger, dat ik nog een jong meisje was, dan was ik ongeveer 18 jaar, dus dat is 67 jaar geleden. Toen kwam ik hier te dansen in Astoria. Maar dat meent u niet? Ja, zeker. Dus u kende het hier al voordat u hier kwam wonen? Ja. Waar ik vroeger dus als jong meisje gedanst had, kwam ik op ouderen en weduwen toen te wonen. En in die tijd dat u hier kwam dansen, woonde u in Groningen? Nee. Nee? Wij kwamen van Friesland. En dan kwamen we hier naartoe om te dansen? En dan gaan we hier dansen. En de Groningerwichter, die gingen naar Friesland dansen. Ik vind het wel heel bijzonder dat u op de plek woont waar u als jong meisje danste. Ja. Nou, ik hoop dat u hier nog jaren woont. Ik en hoop het geniet van dit oord. Ja, dank u wel. De Maria Elisabeth Linhof Stichting, al 50 jaar een prachtig woonoord. Op de plek waar precies 60 jaar geleden een van Groningen's swingcentra in vlammen opging.